Welkom bij de eerste video van 2020. We zitten in Zuid-Frankrijk. We hebben 12 uur erop zitten. We komen net aan, hele nacht gereden. Erg moe. Het is 16 juni. Vanaf gisteren mochten we officieel Frankrijk binnen. Puur toeval voor ons, want de trip stond al gepland. Dus we hebben gewoon geluk. We hebben allebei verschrikkelijk veel gewerkt de afgelopen maanden. Dus we hebben de keus gemaakt om te beginnen op bekend terrein. Snel overal voer erop en komende nachten vissen waar we ooit al gevist hebben. En vervolgens gaan we weer verder ontdekken. Dus we beginnen met een goede 10 kilo op de rolne. Gaan we door naar het putje. En hopen op een gaaf avontuur. Dus geniet van de video en ga het avontuur met ons mee. Doedoe, hij is nog aan het happen. Hij zit vast in de planten. En het brood is eraf. Kijk. Oh, onder die andere korst. Nu gaan ze naar die van mij. Ja. Wacht. Ja. Nice, gek. Ja. Kom op. Ja, wacht maar. Ja! Nice, gek. Slecht. Ha! Oké, moet net halen. Oh, dat is even spannend. Nou Jeroen, eerste van de sessie. Hij is druk. De andere kant gaan we proberen. Iets mooi hè, hij is afgepaaid. Op het kostje. Duurde even. Had een dikke spiegel aan het happen. Echt een dikke spiegel. Maar die had ik min of meer verprutst. En dit ronde gebakkie. Die wou hem wel hebben. Hij mag het hebben. Jeroen vangt net in op de korst, echt gaaf. En dus de eerste hengel van de voerplek die afloopt. En hij voelt wel leuk, dus heerlijk begin. Eerste dag nog maar in Frankrijk en we hebben meteen al actie. Echt genieten. Met zijn voortslag. Beuk al wel lekker door. Hoppa. Nice. Nummer 1 in de pocket. Leuk eerste vis. Hoop de eerste van vele. Zie je aan. Yes. Later. Lekker jongen. Er loopt weer een hengeltje af onder het eten. Ga maar door. Nice! Lekker kerel.
Nou, nummertje 3. Je wordt ook gebeld, Bas. Onbelangrijk. Onbelangrijk. Veel vis aan het springen. Ik zat eigenlijk te wachten. We waren zelf lekker aan het eten. En zo de nacht in. En nou, we hebben goede hoop. De vis zit op de plek. Duidelijk op het voer. En er gaan er wel vele komen, dat weten we zeker. Ja, hij zinkt gewoon. Hengel nummer 4 loopt ook af. Een van de grootste tot nu toe. Boah. Kilo. Spiegel, kilo of... Wat schat je hem, Jeroen? Ja, ik denk dat hij net geen 20 is. Ja, net geen 20. Centimeter, dus wat dat betreft niks mis mee. Vlak voor het donker worden loopt er nog een hengel af. Lijkt weer een kleine vis, maar het is de eerste vis van een grote voerplek. Een graskarper, dat is serieus balen. Er komt onweer aan in de verte. Dus we gaan alles even snel gereed maken. Nou, dit is hem. Ja, hij gaat gelijk zwemmen. Behoorlijke unit voor Jeroen. Jezus Christus. Goedemorgen. Heel wat uurtjes verder ineens. We hebben gisteravond echt een gigantische storm gehad. Ik zal wel even de mobiel filmpjes tussendoor plakken. Gigantisch tekeer, onweer. Heel veel regen. We hadden allebei een echte rivier gewoon door de brolly doorlopen. We waren gigantisch moe van de rit ervoor. We waren allebei ongeveer 36 uur wakker. Dus we hebben besloten om rond 1 uur vannacht. We zaten op 7 vissen. De laatste paar vissen hebben we door de harde regen ook niet gefilmd. Dus op zich liep het lekker door met 7 stuks. Niks meer gefilmd. We hebben 5 kilo voer verspreid. En het is nu 9 uur 's ochtends. Dus we hebben echt al wat uurtjes even gepakt. En nu gaat eigenlijk de trip echt beginnen. Want we waren echt heel moe allebei. Dus flink wat voer erop, hengeltjes liggen net allemaal in en eigenlijk wat ons betreft gaat het van nu gewoon vol gas beginnen. Qua in ieder geval veel werk, even wat actiever en hopelijk ook qua vangsten. Dus op naar de volgende. Hengeltje heeft op die van Bas gezet. Of hengeltje, camera bedoel ik. En die scene is gewoon veel mooier. Maar hij is eigenlijk al 2 keer afgelopen. Die andere is gelijk gelost helaas. Dit voelt redelijk. Ik kan er niet veel over zeggen, maar... Wat ik net zei, we hebben door de lange rit en de storm van gisteravond echt een paar uurtjes slaap gepakt. Veel voer erop gegooid. Hij loopt direct 2 hengels af, dus als het mee zit, Jeroen... Dan blijft het doorlopen. Tetternachie. En Bas die is een druk mannetje, dus het leven gaat gewoon door. Hij was wat aan het werk. Ik ben even aan het drillen, hè. Yo. Zo doen we dat. Ho. Chill. Ja. De ochtend begint met een klein spiegeltje en helaas net een losse voor... Jeroen, nou ja, eigenlijk ook. Dat was mijn beurt. Maar laat het een tette dagje geworden. Nou, Kalleman.
Nou Jeroen. Wel een trickje nog. Hij ging naar een boom toe. Kleine dingetjes die vechten hier aan de mallen. Eindelijk een hengel van de voerplek. Geen grote vis, maar hopen dat hij nou ook door gaat lopen. Hij gaat weer zwemmen. Yes. Graag praten zeker. Ja hoor. See you later. Komt onze avonturier aanzwemmen hoor. Gisteren alle vissen op de korst gevangen. En nu heeft hij al zwemmend met een speenhengeltje. Blackbass toch? Ja. Heeft hij een blackbass gevangen. Echt gaaf. Een grote. Oh cool. Met een grote gemist. Lachen man. Coole visjes jongen. Dat is de eerste die ik ooit in het echt heb gezien. Vis nummer 12, maar wel een gave. Jeroen had de bankstick aan de overkant gezet. Lijntje daarheen en dan hier achter het kanaaltje in. Nou, die liep net af, schupje. Geen grote. Op zich mogen we niet klagen, we zijn 24 uur, 12 vissen. Maar dit water heeft een behoorlijk bestand van 15 kilo vissen. Alleen ze zijn nog even spoorloos. Maar ja, we vangen vis. Het is prachtig weer, dus we zijn gewoon volle bak aan het genieten. Weg die mee. Een klein, mooi goudschupje. Hij wordt wild, ik ga het voelen. Ga snel terug. Komt Jeroen aan. Run, vis 13 geloof ik, maar soms zich helemaal om de hoek heen. Dus hij is erachteraan gedoken. Ik hoop dat het goed is. Nou Jeroen. Oh. Goeie vis? Nee. Kleintje? Ja. Is niet anders jongen. Nou, daar heb je voor gezwommen kerel. Dan gaan we zwemmen. Yes. Loopt weer af. Het is nog moeilijk te zeggen wat voor formaat. Dat is een rare aanbeet in ieder geval. Een paar piepjes en heel langzaam trok hij hem strak. En we zijn aan het drillen. Zijn we aan het drillen? Nummer 13, 14. Ja. Bas aan het drillen. Volgende die gaat. Jeroen hoor ik van het water schreeuwen, nee, dus die is eraf. Ik heb mijn in het net, stonden te drillen, vloot die andere er vanaf. Maar helaas, die van Jeroen is gelost. Dit schupje maar even erbij gaan pakken. Nou, echt balen, Jeroen lost een goede spiegel. Hij zag hem, kilo 13, 14. Deze schup wel geland, mooi vis. Dus... ik denk dat er in de nacht best wel eens een hoop kan gaan komen. We gaan er nu gewoon wel de hele nacht door vissen. We zijn weer opgeladen. Dus deze gaat terug. Twee hengels ook snel terug. Kilootje, visje doet hij erop en gaan. Drukke spiegel. Ik laat me zo zwemmen. Ja, doe deze maar lekker rap terug. Vis 15. Goedemorgen. Vannacht nog een hele mooie schub gevangen. Die hebben we op de film vastgelegd. En daarna ging het even rap door. Maar wederom allemaal spul wat ja, een beetje zeg maar, tussen de 8 en de 11 kilo zit. Dus leuk. Veel runs gehad. Ik geloof vis of 20 nu in twee nachten. Klinkt natuurlijk heel wat. Maar gewichten waren niet allemaal gigantisch. En ja, weet je, gewoon leuk. Leuk twee dagen van de trip. Goed begonnen. En we gaan door naar de volgende. Het is vroeg. Ik ben aan het inpakken. Ik ben al heel ver. Jeroen ligt nog te slapen. Dus als hij zo wakker wordt, hoort hij dat we gaan vertrekken. Goed overleg is belangrijk, jongens. Dus ik begin vast. Jeroen wordt zo vanzelf wakker. En dan gaan we heel snel door nieuwe wateren verkennen. Misschien wel nieuwe wateren aanvoeren. En in ieder geval eind van de dag naar de Rhône.
Daar heb ik veel zin in. Altijd gaaf zo'n bak water voor je. En je weet nooit wat je daar gaat vangen. Dus hier alles de bus intrappen. Jeroen wordt vanzelf wakker. En dan gaan we er weer vandoor. Nou, zet net mijn schipje terug. Blaart de linkerhengel van Bas af. Vol gas. Heeft hem net ingelegd. Ik ga hem nou halen. Ik gooi mijn hengeltje opnieuw in. Prachtig. Echt super, super druk. We zijn hier net. Die hengel in het water. Jeroen heeft allemaal in... Oh, sprong een vis. Jeroen heeft allemaal in het water staan. Stuit het er vandoor. Klein schupje. Stuit het mijn hengel er vandoor. Echt een mega, mega brute riviervis. Dit is hem. Beste Johnny. Ja, gruwelijk. Echt een dikke beuker. En dan is die nog leeg. Maar... Het is veel zwaarder aan. Ja, dat ding is echt wel 18 kilo. Huh? Hij is echt wel 18 kilo. Ja, zeker. Een paar mooie foto's gemaakt. Hij gaat terug. Oh, geweldig blij mee. We zijn dus net op de rivier aangekomen. En we hebben nog een paar nachten. Maakt allemaal niet uit, we hebben tijd zat. Deze gaat terug. Hengel ligt alweer. Yes, heerlijk. Wat een beest, jongen. Zieke beuk. Ah, nice, jongen. Fucking ziek. Op naar de volgende, jongens. Dit is toch heerlijk. Goddomme, wat genieten. Dit is nummer 6 geloof ik van de nacht. Gisteravond dus die prachtige bak. Daarna is het slag van dit geweest. Super blij mee, vooral van zo'n rivier. In de nacht hebben we ook niks gefilmd, omdat het een beetje dit slag was. Ik ga niet voor dat net zitten. Nou, goedemorgen. Het loopt overdag gewoon lekker door. Op zich wel een drukke nacht achter de rug. Dit zijn nummer 8 en 9. En de hengels moeten er weer in. Het is even chaos. Eén visje die kwam van ver. Dat was deze. Veel moeite voor moeten doen. Maar super blij mee. En dan zit er daar nog één in. Ja hoor, deze gaat weer zwemmen. Yes. Tadaa. Prachtig suppie. Van mijn achterpaard. Dat maakt niet uit, lekker vangen.
Heb je al gezien wat het waterpeil? Nou, goeienacht gehad dus, maar we pakken in. Dat doen we niet echt vrijwillig. Maar dit blijkt dus een opstapplek te zijn voor kitesurfers. Ze zitten er echt met z'n allen op en er komen er nog veel meer. Het is nu vrijdag en tot zondagavond komt de een en de ander bij ons verteld. Ah, ze baaieren door onze lijnen, noem maar op. Dus ja, echt zonde terwijl het zo loopt. Dus we pakken ze gek in. Waar we heen gaan weten we echt nog niet. Gaan we in de auto beslissen. Maar inpakken en weg hier. Aangekomen op de nieuwe stack, flinke tocht weer gehad, meerdere plekken bekeken. Ook een plek, half uurtje vandaan, aangevoerd met 10-15 kilo bollies. Dan houden we een backup, vooral als het hier tegen zit. Het is een zijrivier van de Rhône, dus de Rhône stroomt echt hard. Dus met een beetje geluk wordt dit juist heel goed uit de stroming. Dus Jeroen is met zijn hengeltje bezig, ik heb alles liggen. Het is overal heel diep, tot een meter of twee, echt overal. Dus makkelijke visserij, overal het voer erop en we gaan het zien. Hopelijk melden we ons snel met een vis. Het waterpeil is in korte tijd gigantisch gestegen. We zijn even aan het barbecuen, alles naar achter gedrukt. Het water staat bijna in de tent. Dus het kan nog heel nipt. Dan laten we hopen dat het niet verder stijgt. Even lekker eten en dan gaan we de nacht in. Eerste vis van een nieuwe stack. We vangen wel veel knollen deze week, maar lachen dat die afgaat. Van de rivier is altijd elke vis gewoon welkom. Deze gaat terug, ik ben benieuwd of er betere vissen gaan komen. Maar de eerste is een blankzever. Dikke vis hè, die moet je even goed nakijken. Hij heeft echt gele vinnen trouwens, heel mooi. We zijn weer aangekomen, nieuw water. 6 uur later, heel veel stekken bezocht vandaag. Een hoop rivierstekken bekeken, maar de rivier stroomt echt heel heel erg hard. We zijn op een put aangekomen. We zijn gewoon op maps gaan zoeken naar een heel puttencomplex eigenlijk. Er ligt van alles hier. Heen gereden, staat nergens in de vergunning. Op Google niks over te vinden. Nu spreken we een lokale jongen hier, die pakt zo in. Dus we nemen zijn plekje over. Die staat gewoon een paar uurtjes overdag. Blijkt een complex te zijn met allemaal grindafgravingen. En dat heeft dus een, het is van een grindbedrijf zeg maar, van een windbedrijf. En die doogt alles hier. Je mag je boot gebruiken, nachtvissen, noem maar op. Dus dat zijn echt gave dingen die je niet zomaar ontdekt. Dus moet karper zwemmen. We hebben een paar kleine schubjes zien zwemmen. Bestand is helemaal onbekend, zegt hij. Dus we gaan zo de uitdaging aan. We maken nu alles klaar. Zet het kampementje op en dan gaan we het zien. Jeroen met de eerste vis. Wat is het? Spiegel. Spiegel, gaaf man. Bestand is echt 100% onbekend. En eerste binnen een paar uur, heerlijk. Nou, eerste vis van het nieuwe watertje. We wisten niet wat we moesten verwachten eigenlijk. We waren al wezen kijken. Ik zag een paar kleine schubjes en het zag er gewoon vet bruut uit. Veel planten, helder water. En de eerste vis is gelijk deze mooie spiegel. Kantje weggeplukt, vijgenootje. Nou,
helaas weer een knolletje. Gelijk daar teruggezet. Hengel weer op de plek. En hopen dat er een betere vis komt. Ook overdag op dit prachtige watertje loopt hij af. Het is 11 uur 's ochtends, of 12 uur geloof ik. En mooie beuker uit het bier gehaald. We zien meerdere vissen zwemmen, echt wel een beetje dit slag. Dus we hebben echt vraagtekens erbij of er wel zware vis zit. Maar we hebben in ieder geval een privéwater van 15 hectare, kraakhelder water, tussen de bergen. Dus dat is al goud. Deze gaat terug, hengel gaat ook terug en komt nog wel in één keer, Roen. Ja hoor. Yes. Zo, kijk dan. Zit er goed op het voer, Bas. Sweet temptation, visje toetie. Halve noten. Noten. Ah, lekker voermixje. Begint te werken nu, dat is de hengel bij de marker. Het is aanbeet op 6 of 7 al van vanochtend. Dus gaat rap nu. Hengel moet terug, man. Yo. Dit is hem. Prachtige spiegel. De meeste vissen die we vangen zijn schubs, maar Jeroen had gisteravond een spiegel met mooie beschubbing. Nou, deze is ook echt heel vet. Andere kant ook, maar hele grote schubben. Niet echt wat ik in Frankrijk gewend ben eigenlijk. Dus ja, heerlijk. Lange schub in het net. Ik kom net van mijn linkerhengel en de middelste hengel van Bas tette vandoor, terwijl we bezig zijn met die vis. Dus het was even stil, maar het gaat nu achter elkaar weer door. Hopen dat we het aanhouden zo. Mooi hoor, echt wel. Zo. Lekker man, echt goud. Bijna dubbelrun. Van Jeroen zat dit net, of nu was nog aan drillen. Toen liep deze af. Geen monstervissen, maar ja, wel prachtig mooie vissen. Wauw, gaaf man. Wederom een dubbelrun. Deze mooie schub. En een prachtige spiegel voor Jeroen het net. Hij was aan het drillen, ging de volgende hengel weer vandoor. Dus lijkt echt in fases te azen hier. Mooi resultaat. Zijn we weer, nieuwe stek. Nooit eerder gevist, een paar dagen gevoerd. Ik geloof 2 keer kilo of 10, 15. Gisteren en 3 dagen daarvoor. Er zitten wel een paar witvissers, maar we kunnen alle spullen van zee lopen met de trolley. En dan zetten we over een paar uurtjes wel even op. Vannacht 5 vissen bijgevangen op dat putje. Dus uiteindelijk hebben we daar geloof ik 13 vissen gevangen. Zeker niet slecht, maar wederom bleven er echt zware vissen uit. Al weet ik ook niet of die daar zwemmen. Op de rivier zwemmen ze wel. Dus we gaan vannacht hier eens vissen. En dan gaan we morgen weer terug naar de stek waar we zijn weggegaan door al die kitesurfers. Dus komen de paar nachten weer op de rivier en dan hopelijk gaat het ook gebeuren. Want we hebben ongeveer 3 nachten te gaan, dan is de trip ten einde. Dus let's go!
Ik ga naar een stek, een kwartier hier in de buurt. Dan ga ik 10 kilo voeren, daar willen we morgen heen gaan namelijk. Emmetje vol, zakje vol, fish and tootie, sweet temptation. Dan ga ik Jeroen even verlaten, maar dan hebben we morgen in ieder geval een goede backup alweer. Om lekker door te vissen op een goed voorbereide stek. Goedemorgen, we pakken weer in. Allebei een vis gevangen. Ik had in de nacht een schub, kilo of 8, 9. En Jeroen een uurtje geleden nog een vis, dus dat viel tegen. Het is dan geen blank, maar 2 keer gevoerd hier. En dan 2 vissen, is niet echt wild. We pakken nu in, boodschapje, en dan gaan we weer naar de stek waar we dus door de kitesurfers zeg maar, hebben ingepakt. Dus daar hebben we zeker vertrouwen in. Gaan we rap heen, dat we overdag ook nog een paar uurtjes kunnen vissen. Dus dat gaan we nu doen. Tot straks. Hij loopt weer af. We zitten er een paar uurtjes. Heel veel vissen liggen in de wiervelden. Jeroen was een andere lijn van mij even wiervrijer aan het maken weer. En precies op dat moment loopt mijn linkerhengel af. Yes, ben benieuwd. Deze hengel moest ook gewoon gaan. Ja, ik ben mijn rechter ook. Oh, hij is niet groot, zeker niet groot, maar... Ah, wel mooi. Ja, het is geen 6 kilo. Nee, 6,1. 6,3. Oh, ik zag hem ineens boven komen, maar hij is veel groter dan we denken, man. Serieus, man. Nou, ik zou zeggen... Nou, zoals jullie zien, mensen, Jeroen kan echt totaal niet inschatten. Yes. Zo, hij zit niet diep. Is de haar wel goed, baas? Ja, maar hij zit goed. Yes. Loopt weer een hengel af. We zitten heerlijk te chillen met een drankje op de boomstam en er giert er een vanaf. Vis kwam al boven in het wier, dus we vermoeden dat het om een kleintje gaat. Maar we hebben weer heerlijke actie. Jeroen neemt de vis zo mee terug, dus dan laten we hem even zien. Nummer 3, 4 aanbeet, 1 gelost. Gebeurt hier niet vaak. Is toch genieten. Een hengel die we echt letterlijk zo hebben neergelegd op zo'n diepte. We zagen het nog staarten en... We hebben eigenlijk gewoon een uur lang zitten kijken naar die, ja, naar die plek. Van actie van vis, gewoon continu zat de vis daar te azen. En wij snapten niet waarom hij niet ging, maar... Hij is nu dus afgelopen, heerlijk. Vlak na het visje wat ik net ving. Die heel diep liggen, die we echt neer kunnen leggen op de bodem met zicht. Dus dat kan ik al snel even doen. Ja,
Waar pak je aan en let's go! Nummer 4 in hele korte tijd. Goedemorgen, we zijn aan het inpakken, dat was niet de planning. We krijgen net controle. De vergunning was 1 dag overheen, nou dat wisten we wel. Maar ja, we krijgen echt nooit controle hier. We komen al 4 jaar in het gebied, nooit controle. Dus we hadden zoiets van, na die ene dag moeten we nou een nieuwe vergunning aanschaffen voor een week. We gokken het erop, maar ja, ze stonden er vanochtend. Terwijl hun aanliepen kregen we ook nog een volle fluiter. We vingen ook nog een vis, uiteindelijk hebben we er 6 gevangen. Maar we pakken het nu in, de boete valt op zich wel mee. We waren best wel schappelijke gasten, waarschijnlijk krijgen we een boete van rond de 40 euro. Dus het zij zo. We pakken nu in, rijden we uurtje of 6 noordelijker. En dan gaan we daar nog 1 laatste nachtje. Gisterochtend dus ingepakt nadat we controle kregen. Zijn we een nachtje noordelijker gereden om de rit te breken. En loopt hier, en loopt zojuist af met een hele mooie kanaalvis. Mooi. Best wel een dikketje en een levendige. Dit is hem. Prachtig gebouw. En een leuke afsluiter van een goede trip. Vis. Vis 52 geloof ik. Hij is wild. Ja, cool. Hij gaat terug. Wij stappen in de auto en dank jullie voor het kijken van de trip. Misschien iets passiever gefilmd als anders. Maar we hebben allebei heel veel gewerkt de laatste tijd. Dus af en toe vonden we ontspannen wel even chill. Vooral genoten. Vooral genoten. Jullie bedankt en tot de volgende.